Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We gaan vandaag bloemen tekenen met pastelpotlood. En er was wat vraag naar, zowel naar bloemen als naar pastelpotlood. Dus we gaan gewoon samen tekenen. Ik ga twee, volgens mij zijn het lelies, waterlelies, natekenen van foto's die ik zelf heb gemaakt. Een keer in de botanische tuinen. Dus laten we zien wat het wordt. We beginnen met de lelie van de zijkant en dan beginnen we met de basisvorm. Tekenen we een ovaal. En dan zie ik in het midden zitten die sprietjes. Sorry, ik weet echt de termen niet van al die bloemennamen. En dan zit een beetje buiten het ovaal in ieder geval een puntig blad. En dan teken ik eigenlijk gewoon in dat ovaal teken ik wat ik zie. En dat ovaal dat helpt je om de vormen wat beter op papier te kunnen zetten. En het komt bij natuur dus niet zo heel precies, omdat niemand exact zal weten hoe die lelie eruit zag. Ik zal ook weer op mijn website een schabloon zetten met de lelies nagetekend. In het zwart-wit gewoon, zodat als je het moeilijk vindt om het zo zelf na te tekenen, dat je hem daarvan kunt overtekenen en dan in kunt vullen met pastelpotlood. Of het zou ook met gewoon kleurpotlood kunnen als je geen pastelpotlood hebt. Ik heb eigenlijk, merk ik nu, niet echt een structuur in hoe ik die bladeren, in welke volgorde ik ze teken. Maar ik werk wel liever van binnen naar buiten eigenlijk, zodat je de buitenste bladeren nog kunt aanpassen in de vorm. Als je ziet dat het niet helemaal past of niet uitkomt. En dan natuurlijk nog het steeltje. Die is best wel dik voor een bloem. En dan gaan we nu de tweede bloem ernaast tekenen. Die staat open en daar kijken we recht bovenin. Dus we tekenen eigenlijk een rondje. Met in het midden zien we daar die steeltjes weer, zoals bij die andere we dat daar zien. Dat teken ik er alvast in, want dat is wel een goed uitgangspunt. Daaromheen zitten nog die steeltjes, maar die gaan we later doen. En dan vanuit daar ga ik weer die blaadjes invullen. Nou, nu staan de basisvormen op papier en nu ga ik met de pastelpotloden beginnen. Ik gebruik die van Faber-Castell, die vind ik heel fijn. Je kunt ook andere gebruiken en je kunt ook kleurpotlood gebruiken. Nou, hier heb ik een kleurpalet dat we zullen gaan gebruiken. En dan gaan we beginnen bij de linkerbloem. Onder andere omdat we niet met onze hand over het pastelpotlood heen willen gaan, omdat dat heel erg afgeeft. Dus het is goed als je in ieder geval rechts bent om links te beginnen. En mocht je links zijn, dan is het handiger om rechts te beginnen. Dus hou daar even rekening mee. Ik vind het zelf altijd makkelijk om te beginnen met wat donkere lijnen op papier te zetten. Zodat ik al zie waar het donker gaat worden en waar het licht gaat worden. Dus ik kijk weer naar de foto. Ik blijf nog steeds kijken als ik een blaadje teken. Zodat als het mijn schets niet helemaal klopt, dat ik dat ook nog kan aanpassen. En dan zet ik alvast wat van die donkere lijnen zet ik op papier. Je kunt natuurlijk ook gewoon met licht beginnen, maar dit is gewoon hoe ik werk en hoe ik het fijn vind. Dus ik begin met paars en we zien dat het naar achter toe steeds iets blauwer wordt. Dus dan zal ik ze ook voor de
achterste zal ik een blauwe potlood pakken. Soms even moeilijk te zien welk blaadje nou wat is op je papier. En er ook zoveel. Volgens mij heb ik hier ook zelfs een blaadje te veel getekend. Maar goed, wat ik al zei, dat maakt niet uit. Ik heb in ieder geval een lekker volle lelie. Nou, dan ga ik aan de achterkant met wat blauw de blaadjes aanzetten. Het zijn vooral de puntjes die wat donkerder zijn, zoals je kunt zien. Dat ontdek je dan ook weer als je wat beter naar de foto kijkt. Zo leren we ook nog eens wat over bloemen, hè? En vooral de onderkant. Dat komt natuurlijk ook door het licht en de schaduw. En we gaan straks dat blauw gaan we heel mooi mengen met dat paars. Ik heb er al helemaal zin in. Vind ik altijd het leukst. En hier zie ik een beetje roze. Zoals ik al zei, ik vind het zelf gewoon heel fijn om de basiskleurtjes al een beetje op papier te hebben. En dan ga ik het eigenlijk gewoon steeds meer invullen. Het steeltje is in het midden best wel bruin-rood. Op het steeltje is ook goed te zien dat het licht van de rechterkant komt, want daar zien we een wat lichter vlakje. Dus daar kunnen we ook weer rekening mee houden. En daaronder wordt het ja, wel een beetje oranjeachtig. En dan laat ik hem rechts dus even open, omdat daar een wat lichter vlakje zit. We gaan dat oranje straks ook mooi mengen met het bruin. Nou, het is een beetje bruin-rood. Laten we gewoon eens bij het steeltje beginnen. De linkerkant maak ik al best wel donker. En steeds meer naar rechts ga ik iets minder hard op mijn potlood drukken. Omdat die pastelpotloden best wel veel kleur afgeven. En dan ga ik eigenlijk gewoon die kleurtjes heel zachtjes mengen. Ik geef echt bijna geen druk op mijn potlood. Omdat er al zo snel kleur vanaf komt. En het is juist het mooie van pastelpotlood om met heel veel laagjes te werken. Dus gewoon elke keer heel dunnetjes dat aanzetten. En denk er dus om dat je het links donkerder houdt en rechts lichter houdt. Ik gebruik uiteindelijk veel meer potloden dan ik net had aangegeven uit mijn paletje. Je kunt gewoon bijna alles gebruiken eigenlijk. Nou, boven is het wat groener. Ik vind hem nu nog wat te bruin bij mij. Dus ik zet daar gewoon wat groen overheen. En zoals je ziet kan dat bij pastelpotlood gewoon. Het bovenste laagje is vooral wat je ziet. En dan naar onder toe ga ik wat meer rood aanbrengen. En dan laat ik dat weer overlopen in dat groen. Dus ik zet heel licht over dat groen ook weer wat rood aan. Zodat het gewoon mooi in elkaar overloopt. En ook hetzelfde doe ik weer bij dat oranje daar. En ik geef maar hele lichte druk. En rechts hou ik hem nog even wit. Het leuke van pastelpotlood is ook dat je met het witte potlood best wel kunt mengen. Dat zal ik wel even laten zien aan die rechterkant. Daardoor wordt het, ik weet niet of je dat goed kunt zien, wordt het iets smoother of zo. En dat is als je lichte druk geeft. Als ik nu harder ga drukken, komt er echt een meer witte lijn. Dat kan ik hier wel een stukje doen, omdat het daar wel echt wit is. Soms even blazen. En dan ga ik hier ook een beetje een wit lijntje zetten. En dat wit mengt zich dan door die andere kleuren heen, waardoor het echt een mooi geheel wordt. Daarbij kun je ook een
zo'n kwastje gebruiken. Je kunt ook gewoon een wattenstaafje gebruiken of een doezelaarsje van je potlood. En daarmee kun je het allemaal iets meer mengen en uitvegen door elkaar, waardoor het die mooie pastellook krijgt. Daarmee maak je het ook meteen iets lichter, maar goed, je kunt er meteen ook weer laagjes overheen zetten natuurlijk. Dat ga ik ook even aan die linkerkant weer doen en hierboven, want daar is het gewoon eigenlijk zwart van de schaduw. En dan kun je er ook voor kiezen om de onderlaag dus wel te blenden en die schaduwrand hard te laten, waardoor het een wat mooier contrast geeft. Dus dat ga ik ook doen. Alleen daarboven meng ik dat zwart wel weer een beetje uit met de overige kleuren. Eigenlijk dep ik gewoon dat sponsje erdoor. Nou, die steel mag echt nog wel wat bruiner. En je hoeft dit dus niet te doen, hè? Maar ik wil je gewoon even de effecten van pastelpotlood laten zien. En dit is ook wel een van de mooiere effecten daarvan, vind ik. Nou, dan gaan we bij de blaadjes beginnen. Daar heb ik eigenlijk het meest zin in. Dus ik ga hier met het donkere randje beginnen. En dan ga ik hier naar binnen toe. Dat kan ik ook met dit kwastje doen. Moet ik hem alleen heel even... Oh. Let erop dat je niet veegt als er iets op je papier valt, maar dat je blaast. Want anders zit er een vlek op je papier. Dit kan ik ook uitvegen. Er zit nog een beetje bruin aan. Met dit kwastje. En dan zie je dat ik het randje minder hard maak, maar dat ik ook de kleur naar binnen veeg. En dan duw je als het ware die paarse kleur duw je naar het midden toe. Nou, hier is hij nog best wel donker, dus daar zet ik wat extra kleur aan en wat streepjes van de structuur van de bloem. En dan veeg ik daar weer met het kwastje in de richting van die streepjes doorheen. Daar laat ik het wit, want dat zie ik op de foto ook. En dan kan ik die streepjes kan ik nog een keer erin zetten, omdat die wil ik niet uitvegen, want die geven heel mooi die structuur aan van de bloem. Nou, dan ga ik naar het rechterblad. Die is aan de onderkant eigenlijk best wel zwart, dus dat gaan we zo ook daarop aanbrengen. En de binnenkant is eigenlijk overal wel paars. Ik kijk wel waar het licht valt. Dat zie ik ja, net boven het onderste blad, zeg maar. Dus dat laat ik ook een beetje lichter. En dat smeer ik dan weer uit met mijn sponsje. En dan pak ik wat zwart waarmee ik die onderste lijn aan ga zetten. Boven ook een beetje. En dan veeg ik dat zwart met donker paars. Veeg ik dat weer een beetje uit naar binnen toe. Zodat je een wat zachtere overgang krijgt dan echt van zwart naar heel licht. En dan duw ik steeds minder hard op mijn potlood. Waardoor ik mooi dat lijntje zo krijg. Nou, rechts zie ik ook hier best wel veel zwart. Ja, zoals je inmiddels misschien van mij gewend bent, werk ik echt wel gewoon helemaal door elkaar. Ik kijk een beetje waar ik zin in heb en dat ga ik op dat moment doen. Dus het is niet dat ik eerst alles één
hetzelfde soort laagje geef en dat ik daarna steeds iets donkerder ga. Ik kijk gewoon een beetje per blad hoe ik het ga doen. Maar goed, je kunt natuurlijk ook heel gestructureerd werken. Alleen ik vind dit zelf wat fijner. En je kunt altijd nog donkerder maken. En dat ga ik ook zeker nog doen straks. Maar voor nu ga ik gewoon even zo te werk. Nou, hier zie ik zo'n paarse lijn die langzaam uitloopt naar wat lichter. Dat kunnen we dan dus heel mooi met dit sponsje gaan uitblenden. Zodat het allemaal wat zachter wordt. En daar zit ook zeker wat blauw doorheen aan de zijkanten. Dus dat ga ik er ook bij nemen. En als ik dan de basis heb uitgeveegd, de ondergrond eigenlijk, dan ga ik hier weer donkerdere lijntjes opzetten die ik niet uitveeg. Waardoor je ook heel mooi die verschillende structuren van het potlood gebruikt en van het papier. En je daarmee dus ook de structuur van die blaadjes mooi aangeeft. Dus dit bovenste laagje ga ik niet uitvegen. Maar omdat we die onderste laag wel hebben uitgeveegd, hebben we al een mooie basis. Daar zet ik wel met wit, zet ik hier nog wat aan, omdat het daar best wel licht is. En zo werken we eigenlijk al die blaadjes af. En dan zetten we er daar weer een laagje overheen. Je werkt gewoon echt in laagjes. Je maakt een basislaagje dat je uitveegt. En dan daaroverheen kun je weer een wat hardere laag zetten. Waarmee je de structuur van de bloem aangeeft. Ik vind dit net iets te hard. Dus dit ga ik weer een beetje deppen. En hier een beetje vegen, zodat het wat mooier in elkaar overloopt. En omdat dat achterste randje iets zachter is, veeg ik die ook met het sponsje uit en laat ik de voorste wat harder. Ik krijg al wat vlekjes op papier, ook van mijn hand, omdat ik er dan een beetje doorheen ga. Maar dat kun je best wel goed nog weggummen. Als je maar een beetje het in de gaten houdt, dat je niet erg met je hand gaat wrijven. Nou, die achterste blaadjes, die zijn allemaal wat lichter. Dus dat is ook goed om in gedachten te houden dat we die dus zo meteen licht laten. Hier zien we nog wel een vrij donkere rand. Ook weer wat blauwer naar die kant toe. Dus ik gebruik hier wat meer blauw dan paars. Dat veeg ik weer uit. En zet daarna weer een donkerder randje aan de voorkant. En meer naar het binnenste van de bloem. Gebruik daar iets meer paars bij, omdat het daar ook iets donkerder wordt. Nou, hier heb ik dus ergens een blaadje te veel gezet, maar dat vind ik niet erg. Ga ik gewoon op dezelfde manier tekenen. Deze is volgens mij te veel. En dan zien we in het midden zien we weer die banen lopen met wat meer paars. Die zet ik erin. Die veeg ik weer uit. En dan maak ik daarna nog een keer die banen met het meer lijnige structuurtje erin. Volgens mij verzin ik allemaal woorden ter plekke. Maar ik denk dat jullie wel snappen wat ik bedoel. Hier vind ik hem iets te hard. Dus dat veeg ik naar boven toe uit.
zodat ik niet het pigment van daarboven allemaal naar beneden veeg, want dan wordt het daar alsnog te donker. Dus wat ik eigenlijk doe, is dat ik heel licht wat lijntjes zet. En dat ik dit al ga uitvegen met mijn sponsje. En dan zit er aan mijn sponsje zit nog wat. En dat ga ik eigenlijk gebruiken voor die blaadjes rechts daarvan. Donkerder gaat altijd, lichter is wat lastiger. Dus die puntjes die vul ik gewoon al in met dat wat nog op mijn sponsje zit. Is dat meteen ook weer een beetje schoongemaakt. Dat scheelt. En zo zie je al heel goed de diepte in die bloem. Van die voorste donkerdere bladeren en die achterste lichtere. En hebben we meteen een basislaagje. En dan kunnen we die randjes, omdat we dat wel zien bij die lelie, dat die randjes wat donkerder zijn en wat scherper zijn, kunnen we die nog aan gaan zetten. En nu ga ik eigenlijk gewoon een beetje met mijn ogen knijpen en naar de foto kijken. En dan zie ik waar het donkerste en waar de lichtste punten zitten. En dan laat ik vooral de lichte punten met rust, want anders gaan we al snel te veel doen. En de donkerste punten die zet ik echt nog wel aan, zodat dat contrast ook wat groter wordt. En dat contrast maakt het ook, ja, dat je zo die bloem herkent. Dan gaan we zo naar de binnenkant, maar deze is echt nog wel een stuk donkerder, omdat die ook onder dat andere blad ligt. Dus die gaan we nog wel donkerder maken. En dit hou ik dus ook, dit blend ik niet echt uit met mijn sponsje, omdat het... die schaduwen die zijn ook best wel hard op die bloem, of kun je op de foto zien. Dus die wil ik ook wat harder laten. En die lichtere bloemen die zijn juist wat zachter, of die blaadjes moet ik zeggen. Die zijn wat zachter en daarom blend ik die wat meer uit. Dus ik gebruik gewoon die techniek waar die het best gebruikt kan worden en niet zomaar op alles. Omdat je nu eigenlijk het beste uit je potloden haalt. Dit kan met gewone kleurpotloden wat minder. Dus dit is juist het leuke van de pastelpotloden. Nu zie je echt mooi hoe die potloden kunnen mengen. Hier zien we een geel randje. Dat loopt over in dat groen. En dan zien we echt die groene lijntjes. Het is eronder iets witter dan hoe ik het nu heb. Dan zie je toch dat je het al snel te veel blendt. Dus ik zet er nog een beetje wit overheen met mijn witte potlood. Maar dat is lastig. En zoals je ziet ben ik weer lekker aan het vlekken. En dan zien we links dat het paars is. En we zien ook dat dit vooral in streepjes loopt. Dus deze gaan we ook niet blenden. Omdat we die structuur van die streepjes willen houden. Zorg dan ook dat je potloden goed geslepen zijn.
moet ik dan zelf ook doen. Dat heb ik zelf ook niet altijd. Deze is wel mooi. En dan zet ik eigenlijk wat van die lijntjes. En dan maak ik het aan de linkerkant wat donkerder. En rechts houden we het wat lichter. En ik zet er voor de highlights ook nog aan de rechterkant een klein beetje geel doorheen. Zodat we zien dat daar de zon vandaan komt. En dat zie je ook wel een beetje terugkomen. Maar ik doe het misschien net iets extra. En dat doe ik hier ook heel licht. Ik zie het niet helemaal in de foto, maar je mag natuurlijk ook zelf iets verzinnen wat je leuk vindt om te doen. En wat je natuurlijk kan doen, hier had ik hem iets te donker gemaakt, is dat ik dan dit nog wat donkerder maak, zodat het contrast wat groter lijkt met dat vlak. En dan lijkt het alsof het daar iets lichter is, een beetje optisch bedrog. Maar zo kun je eigenlijk heel veel doen. Nou, ik zit lekker te vlekken hier overal. Dat ga ik even een beetje weghalen. Dat is echt het nadeel van pastelpotlood hoor, dat je zo vlekt. Als je er één keer overheen wrijft, maar op het eind sprayen we met een fixatiespray eroverheen. En dan blijft het daarna gewoon mooi zitten. Nou, de eerste hebben we nu gemaakt. En dan gaan we nu naar de volgende bloem. En als je wil, kun je nu nog met de witte gelpen, kun je hier wat kleine accentjes op aanbrengen. Wat highlights. Ik pak toch even de Posca. Die werkt daar iets beter voor. En dan zet ik eigenlijk hier zo die witte lijnen zet ik nog wat extra aan. Ik ben hier een blad vergeten, zie je het? Maakt allemaal niet uit. Zo, en dan kunnen we dat ook bij die andere bloem nog even doen. Echt die witte randjes benadrukken. En dan kunnen we hier meteen iets witter maken, want dat was natuurlijk niet helemaal goed gegaan. Zo. Nou, dan ga ik nog één keer gummen. En dan vind ik dat we in korte tijd best mooie bloemen op papier hebben gezet. Ik ben heel benieuwd naar jullie resultaat. Ik vind het dus ook echt heel leuk als je me dat laat zien. Abonneer je even op mijn kanaal, like deze video en volg me ook op Instagram. Dan mis je eigenlijk niks meer. En dan zie ik jullie heel graag weer in de volgende video. Doei doei!